burgers en buitenlui. Ik, Johan van Duvenvoorde, heer van Warmond, samen met mijn vrouw Odilia Valkenaar en mijn trouwe watergeuzen, heten u vanmorgen van harte welkom. Ik zou u willen vragen, kijk eens even rond, hier in de parel van de Randstad, hoe mooi het eigenlijk is. En als u dat gedaan hebt, vraag ik u om even met mij mee te gaan naar 1574, 450 jaar geleden. En u moet zich dan proberen voor te stellen hoe Warmond er toen uitzag. Wij hadden hierachter twee hele mooie kloosters. Onder andere het klooster van de 1000 maagden. En we hadden een mannenklooster en een hele bijzondere kerk. En in oktober 1574 lag het hier allemaal in puin. Er was niets meer over van al die pracht en die glorie van Warmond. Maar ook mijn kasteel, hier Huis te Warmond, lag volkomen in puin. In het najaar van 1573 hebben de Spaanse soldaten bezit genomen van mijn kasteel en hebben dat, toen ze het verlieten, gewoon in de fik gestoken, de brand erin. En dat was niet de eerste keer, maar nu door Spaanse troepen. Kortom, Warmond lag in puin, maar het was nog veel erger. Mensen hier, boeren die hier moesten vechten voor hun bestaan, vluchtten naar Leiden. Want de ene keer werden ze geplunderd door Spaanse soldaten en de andere keer door Leidse inwoners. Die inderdaad zorgden dat de Spanjaarden zich hier niet konden verstoppen. Dus de burgers, de bewoners hier, vluchtten naar Leiden en werden daar geconfronteerd met de builenpest. En toen ze terugkwamen was ook van hun eigendom niets meer over. Dus eigenlijk 1574, niet alleen Leids ontzet, maar er had zich ontzetting meester gemaakt van de inwoners van Warmond. En ik vraag me hier in oktober 1574 ook af, hoe moeten wij verder met Warmond? Gelukkig hebben wij vandaag in ons midden een eerwaarde vrouw van het gezag die boven ons gesteld is, die daarvoor een heel mooie oplossing heeft. Mevrouw Hooy, waar bent u? Ik geef u gaarne het woord. Heer van Warmond, dank u wel dat u zo goed gesproken heeft. En ik ga mijn uiterste best doen om te zorgen dat de kerk die nu in puin ligt, die een ruïne is, dat we die gaan opbouwen. Ja, ik zou het heel graag, ook iedereen, al onze inwoners, onze boeren ook meehelpen om weer de kerk tot leven te maken. Een nieuwe kerk. Een nieuwe protestantse kerk. En dat zou mooi zijn als we dat kunnen realiseren in een paar jaar. Dat lijkt me echt geweldig, eerwaarde vrouw. Heeft u daar ook een fysieke bijdrage voor? Ja, ik hoop dat we de ruïne van de kerk, dat we daar de stenen kunnen uithakken en zorgen dat we weer die stenen kunnen gebruiken voor de nieuwe kerk. En waarschijnlijk zullen we nog wel meer stenen nodig hebben. Maar ik denk dat dat een mooie oplossing is. Dat lijkt me echt heel mooi. En een soort recycling avant les lettres, waardoor we inderdaad kunnen werken aan de herbouw van Warmond. Ja, dat zou mooi zijn. Ja, ik zie dat iemand u wat wil aanreiken. Dank u wel. Dank u wel. Hier, dit is echt zo'n steen die al jaren meegaat. En ja, deze stenen moeten we nu hebben om onze kerk te herstellen. En te zorgen dat die weer helemaal in pracht en praal in orde komt. Dus deze steen is de eerste steen die gelegd gaat worden voor de nieuwe kerk. Ik dank u zeer, eerwaarde vrouw. Dank u wel, dank u wel. Ik wil u eventjes weer verder meenemen. Het is dus eigenlijk niet zo wat ik zelf als kind jarenlang dacht. Het is alleen Leids ontzet. Het is niet alleen maar Leids ontzet. Het gaat ook over Warmond en Leiderdorp en Zoeterwoude. Allemaal hebben wij meegedaan om die Spanjaarden inderdaad het land weer uit te krijgen. Het zal nog even duren. We zullen nog even moeten volhouden. Maar het is inderdaad niet alleen Leids ontzet. Het is de hele regio die wordt ontzet.
En daarmee is het ook terecht, volkomen terecht, dat de Leidse 3 Oktobervereniging ervoor heeft gezorgd dat er een fietsroute komt langs al die hoogtepunten die mee hebben gedaan in dat Leids ontzet. Waardoor wij als inwoners het idee krijgen, er was veel meer aan de hand dan alleen Leids ontzet. En dan vier je dadelijk op 3 oktober toch weer met een heel ander idee dat Leids ontzet. En ik vind het ook, want je hebt toch altijd de neiging van, wat moeten wij daar nou eigenlijk mee? Is het niet alleen maar 450 jaar geleden? Nee, het is ook een denken aan hoe het was als gewone inwoner of als heer van Warmond, om toch inderdaad constant soldaten op je land te hebben. Vreemd volk die alles verwoest, die alles inpikt van je. En hoe erg dat eigenlijk is. De parallellen met nu Oekraïne enzovoort dringen zich dan ook heel duidelijk op. En ik denk dat we dat ook vandaag in ons achterhoofd moeten houden. Hoe heftig dat eigenlijk is. Daarmee wil ik eigenlijk de fietsroute openen samen met mijn vrouw. Meneer Karstens, namens de 3 Oktobervereniging hier aanwezig. Ik denk dat het een heel mooi moment is om dan die fietsroute langs al die historische plaatsen uit Warmond te openen. En ik hoop dan dat ik mag zeggen, bij deze de fietstocht langs al die historische plaatsen voorgeopend. Dank u wel. Heel hartelijk dank. Dan is de fietsroute dus geopend. Ik vind het ontzettend plezierig dat die opening verricht wordt, fysiek ook, door de fietsmaatjes uit Warmond. Die staan daar. En ik wil ze dus vragen, voor zover dat mogelijk is, om over het grind te rijden. Starten zij de fietsroute. Mag ik jullie vragen om hier naar voren te fietsen? En voor al diegenen die... Ja, ja. Zeker. En voor al diegenen... Nee hoor, dat gaat wel. Ja. Dag, geweldig. En voor u allen, u kunt ook altijd later aansluiten. Deze fietsroute, deze historische fietsroute is blijvend. Is niet alleen vandaag en morgen, maar ook alle dagen die daarna nog volgen. Okay. Voor degenen die het vandaag willen doen, liggen in de tent fietsrouteboekjes. Die kunt u gebruiken om te kijken waar u kunt starten en hoe de route loopt. En voor degenen die nu niet willen fietsen, heb ik natuurlijk gezorgd als echte leienaar en vertegenwoordiger van de 3 Oktobervereniging dat er haring en wittebrood is. Dus u bent van harte uitgenodigd. Dank u wel. En de feesttoeters, dank jullie zeer voor het fantastische onthaal ook hier. Yeah.